Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Delta, de aanbieder van snel glasvezel-internet. Hoi, ik ben Flemming en leuk dat je kijkt naar Release Reacties. Abonneer op het kanaal van 538 en mis geen aflevering. Zo'n classic, ja. Ja, Guus Meeuwis. Helemaal top. Ja, daar heb ik natuurlijk vroeger altijd keihard van geluisterd. En ook met mijn coverband heel veel gespeeld. Heel goed. Het was echt een mooie periode. Ik denk 7 jaar. In die 7 jaar denk ik iets van 750 optredens gehad met de boys. We hebben ooit een keer op Ameland gespeeld. Maar als al het gek uit. Maar toen was er dus blijkbaar research achteraf. Bleek dat het een Nederlandstalige basisschooldocent was. Maar die was dus gewoon zo met de shirt aan mijn oog. Stond ze dus in het publiek. En toen klom ze dus op de PA. Dus dat is de grote box van het festival. Stond ze te dansen. Maar ze verstapte zich. En ze flikkerden gewoon vol van die toren af. En wij waren aan het spelen, maar waren ondertussen ook elkaar aan het lachen. Maar dat was echt bizar. Dat zou ik echt nooit meer vergeten, zeg maar. Snelle en Meteor met Kijk ons nou. We zijn er te ver af. We lijken wel weer 18 jaar. Nu snap ik waarom zij is afgeknapt. Ja, je wordt er wel gelijk vrolijk van. Ik vind Snelle altijd tof. En ik vind het ook wel vet als hij pratend soort van vertelt in plaats van echt zingt of rapt. Maar ik heb wel een beetje zo'n Volendam soundje erbij of zo. En het wat ik wel komisch vind is, ik heb heel veel nummers geschreven in een jaar tijd. En 2 titels van mijn songs komen in dat refrein terug. Terug bij Af en Mooiste Meisje van de Klas. Zeker. Dus gelukkig heet hij niet zo. Dat uiteindelijk niks is veranderd en je bent nog steeds hetzelfde gebleven als vroeger, denk ik. Toen ik 18 was, had ik altijd de droom van, ik hoop dat ik ooit met mijn muziek kan bereiken wat ik wil. En dat ben ik nu aan het doen. Eerst wilde ik al voetballer worden, maar dat ging het niet worden. Nou, ik was begonnen in de musicals. Maar ik was verliefd geworden op de musicals door het zingen. Dus eerst zei ik altijd van, ik wil later altijd musicals blijven spelen. Maar toen kreeg ik vaak rolletjes die ik niet zo leuk vond. En toen was het wel al gauw van, ik wil gewoon op het podium staan als mezelf. En gewoon dat heel dat publiek gewoon mijn song zingt. Kraag toch allemaal de kleren. Val voor mijn part allemaal dood. Ik heb geen zin om braaf te leren. Ik eindig toch wel in de goot. Ja, het klinkt heel erg depressief, maar ik had vroeger niet super veel vrienden of zo. Maar wel gewoon een paar echte. Dus die zie ik nog wel. Vooral de band is gewoon echt wel mijn maatjes geworden. Ja, nu ook. Ik heb bijvoorbeeld een hele fijne klik ook met Rolf of met Kraantje. Dus dan vind ik het ook wel leuk om met hun dingen te doen. Dus je leert ook wel steeds meer mensen kennen. En vooral in dit wereldje is het ook wel van, je komt echt mensen tegen die vroeger hetzelfde waren. Mensen die vroeger, zeg maar, een soort gelijke situatie hadden van niet echt het populairste jochie. Nu wel in één keer met muziek bezig zijn, dus je hebt altijd wel een klik. Het voelt op zich wel goed. Het enige wat natuurlijk wel is, in één keer krijg je appjes van mensen. Hey, heb je nog een tickets voor die of voor dat festival? Dus je denkt van, voor jou niet. Ik denk dat de bekendheid mij nog niet echt heeft veranderd of zo. Het enige wat is veranderd is dat ik geen bier meer bestel in de kroeg, maar vaak een fles champagne. Dat is het enige, denk ik. Ik kan op zich nog wel normaal de kroeg in Den Bosch. Maar je moet wel weten welke kroegen. Je hebt een beetje de commerciële kroegen waar iedereen ook van buitenaf komt. En daar moet je een beetje oppassen. Maar als je gewoon naar de Jij en Ik gaat of naar de Barnier, dan zit je wel safe. Nu denk ik niet meer omdat ik het heb gejinxed. Dit is echt zwaar dom ook gewoon, ja. Dan gaan we safe spots, fuck. Calvin Harris, Dua Lipa en Young Thug met Potion. Late night conversations, electric emotions, sprinkle with a little bit of sex, and it's a potion, yeah. Nice, vet. Lekker, een beetje mellow, een beetje zomers. Maar dat is altijd met Calvin Harris, hè. Die komt dan altijd weer met zo'n bangetje. Hetzelfde met Enrique Iglesias. Elke zomer weet je, hij komt en dan is het gewoon echt vuur. Ik was een keer naar Frankrijk met een maatje, toen was ik echt 15, denk ik. En toen was er wel een meisje wat ik heel leuk vond, maar die woonde best ver in Nederland. En dan had ik daar wel gewoon leuk contact mee. En even een soort van zomerliefde, maar was de gekste vakantie. Ik ben een keertje met mijn broer ben ik naar Benidorm geweest. Dat was een gekke huis, man. Je zou denken Benidorm is zeg maar een beetje voor wat oudere mensen. Maar er zijn van die Engelsen, die zijn helemaal gek. Even kijken wat ik mag zeggen. Nee, de gecensureerde versie. Nou, we gingen naar een club. Ik was volgens mij 15 of 16, ging al op stap. En ik dacht dus, iedereen stond in een cirkel. Ik dacht, vet, breakdance battle. We gaan checken.
Nou, we kwamen eraan. Bleek dus iets totaal anders aan de hand te zijn daar. Nou, zeg maar, twee mensen hadden het heel erg gezellig daar op die dansvloer. En die hoorden dus zeg maar bij dat ding. Ja, dat is fucking raar. Ik was 15, snap je? Ik was nog niet klaar voor die shit, denk ik. De planning is wel om misschien nog rond augustus iets te releasen. Maar dat is ook even kijken hoe automatisch het natuurlijk gaat doen. Maar ik weet wel dat het wel weer echt een rammetje is. Ik vind dat eigenlijk een van de vetste die ik ook heb geschreven, die er nog aankomt ook. Als dit hem wordt, dan gaat het er juist over dat je in de kroeg staat en je mist eigenlijk steeds je ex. En je wilt er eigenlijk niet aan denken, maar toch denk je altijd op stap aan haar. Ik zeg wel dat het goed gaat als ik in de kroeg sta. Toch is heel de avond mijn gedachten bij jou. Zoiets. Jacy Stewart Scars. Lijpe productie. Doe me een beetje denken aan Imagine Dragons. Dat is wel dik. I wear my scars like diamonds on a bracelet. They hurt like hell, but they're the ones that made me. Ja, dat is wel een mooie lijn. Je wordt ook wel gemaakt door de dingen die je pijn hebben gedaan in het leven, denk ik. Althans, als ik nooit, zeg maar, als ik nooit uit was gegaan met mijn ex-vriendin, dan had ik nooit songs geschreven en had ik nooit met Giels Lentig meegedaan. Dus het is wel vaak een start van iets. Maar ook natuurlijk wel vroeger, weet je wel. Ik ben niet echt super gepest of zo, maar het is wel, zeg maar, als je een droom hebt en ik deed musicals, was wel altijd homo dit, homo dat. En daarvan heb je wel een soort van dikke jas leren aan te doen, zodat je geen pijn doet of zo. En gewoon door blijven gaan. Ik heb altijd gedacht van, ik wil muziek gaan maken en zingen. En ook al zouden mensen tegen mij van, ga je het niet redden, ja, doe het met jullie. Ik ga het gewoon doen. Dus dat heeft me dan ook alweer gemaakt, soort van die doorzettingsvermogen daardoor gekregen of zo. Ik ben het meeste trots op, ja, eigenlijk alles wat er gebeurt. Het is niet echt iets wat er uitspringt. Ik ben gewoon vooral trots dat ik vanaf kleins af aan eigenlijk al wist wat ik wilde. Daar altijd 500% van ben gegaan. En dat het nu lukt, is super lijp en ben ik super dankbaar voor. Maar daar heb ik ook wel echt hard voor gewerkt. Ja, niet echt spijt, maar meer jammer of zo. Maar dan ga ik weer iets te diep of zo. Maar bijvoorbeeld, mijn oma was ook heel erg supportive naar me. En die heeft helaas dit allemaal niet meegemaakt maken dat ik echt in het Nederlands doorbrak. Dus dat vind ik meer jammer dan dat het me spijt of zo. Maar ik weet dat ze toch altijd wel bij me is. Dus dat komt wel goed. Ik denk dat ik niks in mijn leven anders zou doen. En dat meen ik oprecht. Omdat alles wat ik heb meegemaakt heeft me wel gevormd tot wie ik ben nu. En als ik dat allemaal niet had meegemaakt, zou ik ook niet hier staan, denk ik. Ja, zelfs die ex. Ja, ik zweer het. Ja, heeft me wel goede liedjes opgeleverd. Dus, Antoon met Olivia. Olivia, ik wil niet dat je me vergeet. Oh, Olivia, zijn jij en ik dan niet de same. Ik kom van Mars en jij van Venus. Ja, ik vind het echt weer een goed hoekje, man. Ik vind bij hem altijd, hij heeft altijd een refrein. En dan ga ik gewoon verder met mijn dag. En dan altijd op het moment van de dag, dan heb ik weer dat refrein omhoog. Dat is echt slim en goed. Nou, ik denk over Olivia. Ja, over een relatie die je wil. Dus een verbintenis met een meid die je graag wil. Een gebroken hart, ja. Mijn allereerste relatie was voor mij echt een gebroken hart. En dat stelde eigenlijk niks voor, want het was een maandje. Maar het was mijn allereerste liefde, weet je wel. Dat gaat altijd gewoon door merg en been. Wat het probleem was, is ik kwam haar altijd tegen. Ze voetbalde bij dezelfde club, ze ging dezelfde clubs op stap. Ze werkte zelfs bij de Albert Heijn waar ik toen overwerkte. Dus elke keer als ik dacht, het gaat wel lekker met me, kwam ik haar weer tegen en was ik weer gewoon weer paf weg. Ik hou erg van love songs, maar ik hou meer van heartbreak songs, ook om te schrijven. Nee, mijn liefdesleven of turbulent is, zeg maar met mijn ex was het toch best wel op een klote manier uitgegaan. Dus toen was ik wel een beetje klaar of zo met liefde. Toen schreef ik natuurlijk al die heartbreak songs en dat. En toen heb ik heel lang een periode gehad dat ik gewoon ook geen zin erin had. En eigenlijk ook een soort van, ja, heel erg zwaar gezegd, niet meer geloofd in liefde en ik heb er geen zin in, ik hoef het allemaal niet. Dus op zich was het toen wel een beetje zo die situatie. Ja. Ik kan er echt 5 albums mee hebben. Nee, maar dat is het fijne van liefde. Ik denk dat je nooit uitgeschreven raakt over de liefde. mijn voorkeur is lastig. Ik heb eigenlijk niet echt per se een voorkeur, maar als ik toch ga kijken, dan heb ik toch meer iets met blonden. Ja, ben ik verliefd op dit moment? Geen commentaar. Ik ga je niet verder op in. Ik ben gelukkig. Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Delta, de aanbieder van snel glasvezel internet.